50 meter nog. En start is nu wel gevallen. Paarden zijn weg en in het midden van de baan is Patrick van Ooy het snelste weg met een Another Wish. Galopano van start af voor Life is Life BR. Die gaat vandaag normaal gesproken dus geen tweede worden. En de 7 is uitgeschakeld. Uitgeschakeld nummer 7, 7 galop. Paarden gaan de eerste bocht door. Another Wish aan de leiding, maar die leiding raakt die kwijt. Want aan de buitenzijde komt Zato Nijenrode de leiding overnemen. Zato Nijenrode leidt op de tweede plaats Another Wish. De derde plaats daarachter is voor Zato Pek Arnie. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Langgerekt peloton, hoog tempo. Vierde plek, een stukje daarachter ligt Tsuhalter. En weer een stukje daarachter ligt N. Scott A. Vijfde. Zesde is de French Lady. Zeven aan de relingzijde de favoriet Bruce Playboko. Die zit ingesloten. Uitgeschakeld nummer 3. Nummer 3 galop. Galopaarden van Zato Pek Arnie en die is er onmiddellijk uit. En de kopgroep bestaat daardoor nog maar uit twee paarden. Twee paarden, Zato Pek Arnie en Another Wish, liggen ruim voor de rest. Daarachter op plaats 3 volgt nu Tsuhalter. Zo gaan de paarden de bocht door. Vierde plaats daarachter is voor N. Scott A. Op de vijfde plaats Bruce Playboko met daarnaast de French Lady. Dan volgt Zandbergen zelf met aan de relingzijde Walter Deer. Daarachter volgt dan de rest van het peloton met Zep Dalimo en Zahir Charisma. En zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een ronde af te leggen. Leiding in handen van Zato Nijenrode. Die maakt behoorlijk tempo. Eerste kilometer staat inmiddels op de klokken. 1:17:05. Zato Nijenrode op de tweede plaats. Another Wish. Daarachter Tsuhalter. Binnendoor gaat naar voren Ruud Pols met N. Scott A. En daarnaast in het tweede spoor is inmiddels gekomen Bruce Playboko. Favoriet is op weg naar voren, maar die wordt vooraf gegaan nu door Tsuhalter, want die gaat van de reling af. Paarden gaan de rechterbocht door. Leider nog altijd Zato Nijenrode. Op de tweede plaats daarachter Another Wish. Dan volgt Tsuhalter. Dan Bruce Playboko. Die gaat weer terug naar de reling. Daarachter N. Scott A. Opkomend aan de buitenkant Walter Deer. Driedik gaat aan de buitenkant naar voren. Zandbergen zelf. Daarachteraan gaat Zep Dalimo. En ook in de start van het veld. En die gaat nu ook naar voren Deja Vu. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En Bruce Playboko probeert aan te sluiten bij de kopgroep van 3. En dat gaat hem nu ook lukken. Paarden zijn op weg naar de laatste bocht. De tussentijd 17-4. Het gaat de hele weg 17. Met aan de leiding nog altijd Zato Nijenrode. Zato Nijenrode, Another Wish. Aan de buitenkant Tsuhalter. En daarachter ligt Bruce Playboko als vierde. Naar de vijfde plaats gaat aan de buitenkant Zandbergen zelf. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Lengtevoorsprong nog altijd voor Zato Nijenrode. Die gaat sterk. Geldt ook voor de deelnemer erachter aan de relingzijde, Another Wish. Maar die zit ingesloten. Aan de buitenkant daarnaast ligt Tsuhalter. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Tsuhalter in het midden van de baan neemt nu voorsprong. Tsuhalter heeft overgenomen. Another Wish komt in een vrij spoor. En Bruce Playboko probeert naar voren te gaan. Maar Tsuhalter ligt vooraan. Tsuhalter met een anderhalf twee lengte voorsprong. En dat geeft hij niet meer weg. Tsuhalter gaat hier winnen. Tsuhalter voor Bruce Playboko. Another Wish wordt derde. De vierde plaats is voor Zato Nijenrode. Sorry Hans, ik had een klein onderrondje met Watching Ponies. Wat we wachten nog even met de officieel? Nee, we wachten nog even de huldiging. In orde. Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 8, Tsuhalter en John de Leeuw. En dat betekent dat de eerste bosbloemen van vandaag overhandigd wordt aan John de Leeuw. Hij wint met Tsuhalter. John, een aangename verrassing ook voor jou, denk ik. Ja, absoluut. Hier had ik niet op gerekend, nee. Moeilijk startnummer. Kende je het paard überhaupt? Nee, ik had hem nog nooit gereden. En ik had hem ook niet voorgereden. Hij moest lekker fris blijven. En er was wel met een en ander verteld dat hij niet hele fijne speed had, dat hij meer doordouwt. Maar ja, het ging allemaal goed. Hartstikke mooi. Ik denk dat het eerste applaus, dames en heren, van vandaag is voor John de Leeuw en Tsuhalter. Een uitslag, dames en heren, is helemaal officieel. Winnaar is geworden paard nummer 8, Tsuhalter, John de Leeuw in 1:16:07 winnen de tijd. Tweede aankomende was de 9, Bruce Playboko. Derde werd de 5, Another Wish. Vierde aankomende was paard nummer 12. Zato Nijenrode. Vijfde aankomende was de 14, Zahir Charisma. Zesde werd paard nummer 11, Zep Dalimo. En zeven aankomende was de nummer 13, Zandbergen zelf.